Wat betekent nu bevrijding in Joodse kring precies? Blijdschap. Maar tegelijkertijd wordt hier natuurlijk ook al de pijn onder woorden gebracht. En alle vragen die op het moment van die bevrijding natuurlijk naar boven gaan komen. Ons volkslied, het Hatikva. Maar waar is ons volk? Wat is er eigenlijk gebeurd met het Joodse volk? Bevrijding betekent aan de ene kant afwezigheid van dreiging. En dat is natuurlijk iets wat Joden en niet-Joden met elkaar deelden. De vijand is verslagen, de terreur is gebroken. Maar voor heel veel andere Nederlanders betekende de bevrijding in zekere zin ook de terugkeer naar het leven zoals het voor de oorlog was. In ieder geval het idee, het gewone leven keert weer terug. En precies op dat punt heeft de Joodse gemeenschap natuurlijk een hele andere positie. Er is geen terugkeer naar die vooroorlogse wereld mogelijk, omdat die vooroorlogse wereld is verwoest. Er zijn mensen die in Nederland de bevrijding meemaken. In de onderduik, 16.000 mensen. Maar we hebben ook 5500 overlevenden in de kampen. Bevrijding voor hen vindt plaats in Polen, in Duitsland, op allerlei plekken in Oost-Europa, in Tsjechië. We zien dat heel veel kampoverlevenden na de bevrijding zelf initiatief gaan nemen, zelf liftend met vrachtwagens van geallieerde legers richting het westen trekken om uiteindelijk hier in Nederland te komen. Als je hier in Nederland kwam, bestond je in principe niet. Je bestond in Nederland niet. Want op het moment dat je gedeporteerd werd, werd je uitgeschreven uit de administraties. Vertrokken, onbekend waarheen. Dus je moest je eerst laten registreren. En als je weer geregistreerd was, dan kon je pas weer als juridisch persoon weer aanwezig in Nederland. En dan kon je eventueel aanspraak maken op hulp en op geleidelijk een proces van teruggave. Is het Joodse volk eigenlijk wel bevrijd? We hebben nu onze uiterlijke bevrijding gekregen. Maar nu komt het er nog op aan dat we als Nederlandse Joden ook nog innerlijk bevrijd worden. Wat is die innerlijke bevrijding? Dat is eigenlijk dat je loskomt van de angst. In 1955 wordt bij de Nationale Herdenking, 4 en 5 mei, een opperrabijn uitgenodigd om een toespraak te houden. De Gagam, de opperrabijn van de Portugese gemeente, Rodrigues Pereira. En op dat moment schrijft de Telegraaf iets in de trant van, echt wel goed dat die opperrabijn uitgenodigd is, want ja, we zouden eigenlijk bijna vergeten dat Joden tijdens de oorlog ook wat hebben meegemaakt. En dat heeft ermee te maken, niet dat de Tweede Wereldoorlog niet meer belangrijk is voor Nederland. Integendeel, maar dat een heel specifiek verhaal over de Tweede Wereldoorlog het Nederlandse verhaal wordt. Het verzet staat eigenlijk voor ons allemaal. Dus we zijn een heldennatie, een verzetsnatie. Dus wat doen we op 4 mei? Daar herdenken we de helden. Verhalen van slachtofferschap, die werden eigenlijk weggedrukt. En Joodse verhalen werden op die manier onzichtbaar in de samenleving. Die monumenten die zijn voor het verzet, primair. Dat is de bril waardoor we naar die Tweede Wereldoorlog kijken. En dat wordt dus ook heel duidelijk dat op het moment dat Joodse gemeenschappen op alle plekken in het land vragen aan gemeentebesturen van mogen wij een monument voor onze oorlogsdoden ergens op een plein of op de straat of hier aan de kant van de weg neerzetten, dat al die Nederlandse besturen allemaal zeggen nee, dat doen we niet. Dat doen we niet, want wat u eigenlijk doet is verdeeldheid zaaien. We zijn een eenheid als volk. Dat betekent we hebben één monument waarop we allemaal samenkomen op 4 mei. En geen aparte monumentjes voor allemaal deelgroepen. Vanaf de jaren 70 zien we dat eigenlijk de knop in de Nederlandse samenleving omgaat van de helden naar de slachtoffers. Maar dat Joden nog steeds deel van Nederland zijn, ik denk dat dat toch een heel belangrijke conclusie is.